En van harte goeiedag, beste kijkers. En welkom bij deze ATV COVID-19 update. Er is alweer de 80ste aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname nog steeds in haar greep houdt. We gaan dan direct naar onze gast van vandaag en dat is kolonel Jerry Slijgaard. Hij is coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, kortweg NCCR. Dat klopt. Goeiedag. En de recente cijfers, daar hebben we, ja, baart vele mensen zorgen. Deskundigen kijken niet van op, maar ja, doorsnee Suriname baart het toch wel zorgen. Als ik dat even oplees hier. Het aantal COVID-19 positieve gevallen is 3295. Daarvan zijn 1014 actieve gevallen. 2227 personen zijn genezen verklaard, dat is een goed teken. Maar helaas hebben we toch wel 54 doden te betreuren. En meneer Slijngaard, wat zeggen deze cijfers u? Nou, laat me zo beginnen. U maakte de statement dat deskundigen kijken er niet van op. Ik denk dat er ieder ervan opkijkt. Het is hoe je het ook draait of keert, je wil het niet, je wil niet hebben dat het zo snel stijgt. Ik denk dat het aantal cijfers relatief is, maar hoe snel kom je tot deze cijfers, binnen welke tijdspanne klim je naar die cijfers, dat baart natuurlijk zorgen, omdat we wisten al een hele tijd dat mensen ziek zouden worden, we wisten al een hele tijd dat mensen zouden doodgaan. De snelheid waarmee het gaat, dat is natuurlijk, dat heeft een negatieve context, connotatie op de medische, de mogelijkheden die we hebben, medisch. En we hebben vaak genoeg dat ook gezegd, dat als de groei van de mensen die besmet zijn niet in de hand gehouden kan worden, dat het een hele grote druk gaat leggen op ons medisch systeem en Suriname uiteindelijk dit niet zal kunnen handelen. Ja. En ik denk dat, als ik de deskundigen mag geloven, dat ook de deskundigen zeggen van, luister, dat we die groei zouden hebben, dat weten we. Maar als we op dit tempo blijven doorgroeien, dan gaat ons medisch systeem gaat in principe exhausten. Ja. Zowel opname, ICU, de mensen die in de zorg zitten, de logistiek eromheen, ziekenhuisbedden, waar plaats je mensen die besmet zijn, etcetera. En als dat het geval is, dan krijg je een collapse van het medisch systeem. En dan ben je eigenlijk overgeleverd aan de heren daarboven. Dus ik zou niet zeggen van, we kijken er niet van op. Ik denk juist dat de deskundigen een heel goed begrip hebben van wat er precies gaande is. Vandaar de strenge oproepen om dus de COVID-regels in acht te blijven nemen. Het is een verzoek. Maar eigenlijk moet je dit verzoek niet zien als een verzoek, maar meer als een opdracht. Ja, opdracht. Je moet je inhouden om dus even de zaken te doen die je gewend was te doen. Precies. Dus goed dat u dat heeft gezegd, maar ik bedoelde meer van net wat u aangaf van de mensen, de deskundigen, wisten dat dit zou komen. Dat klopt, ja. Dus eigenlijk, het was verwachtbaar, maar u heeft het ontzenuwd. Maar het gaat om de snelheid waarmee alles nu gebeurt. Precies. En het is vaak dat er te weten is aan ongehoorzaamheid, maar aan de andere kant dat die maatregelen niet gesanctioneerd worden. Maar ik begrijp nu, ik lees vanmorgen in het nieuws, ik luister naar het nieuws, dat er nu een uitrukteam is en u bent ook lid van het team die eigenlijk waar mensen kunnen bellen als mensen zich niet aan de regels houden. Vertelt u een beetje over dat team. Ja, dus er is inderdaad een quick response team dat deel is van de handhaving van het geheel. Omdat het natuurlijk belangrijk is als er regels worden gemaakt en regels worden afgekondigd. De president geeft aan, luister, dit is wat we doen om COVID te beteugelen. Dan moeten de diensten natuurlijk ervoor zorgen dat datgene wat is gesteld, dat kan worden gehandhaafd. En in dit kader zijn dus het leger, de politie en andere diensten, die zullen ervoor zorgen dat de handhaving zal plaatsvinden, omdat dus nu de wetgeving in orde is. Er zijn boetelijsten, men weet precies hoe men moet handelen. Het snelrechtproces is in place. En dat betekent dus dat mensen die zich niet houden aan de regels,
dat die mensen zullen worden opgepakt en in elk geval in eerste aanleg naar een politie, eigenlijk moet je zeggen een opvangplaats zullen worden gebracht. En indien er mensen zijn die dus vaker dit doen, zullen ze natuurlijk ook wel hardere, strengere straffen krijgen. Mensen moeten niet denken nu, moeten mensen denken dat van, ja, als ik me toch bezondig aan de regels, dat ik een waarschuwing, dat ik soms kan weggaan met de waarschuwing? Of is het direct dringend? Nou, die tijd van waarschuwen is al voorbij. Ja. En ik denk dat de mensen dat zelf ook weten. Kijk, ik denk dat de mens een wezen is dat als je een regel stelt en je bewijst niet dat je in staat bent die regel te handhaven, dat ze toch hun eigen ding gaan proberen te doen. Maar die periode is nou voorbij en ik denk dat in het nieuws reeds gebleken is dat de politie vrij streng optreedt en de mensen inderdaad oppakt. En ik weet dat het geen prettig gevoel is als je wordt opgepakt en pas de volgende dag weg mag. Okay. Maar vaak de stijging, als we weer even teruggaan naar de cijfers, je hoort vaak geluiden uit de gemeenschap, vooral op social media, dat eigenlijk het exponentieel stijgen van de cijfers te maken heeft met ja, het beleid van de regering. Want ze vergelijken dan met het team van de vorige regering. Maar wat u daar aangeeft, zegt toch wel iets anders. Ja, ik denk dat die twee teams zijn in principe, en ik heb deel uitgemaakt van beide teams. Ik denk niet dat het direct zo te vergelijken is. Inderdaad waren er andere manieren waarop wij dus het een en ander deden. En ik heb het nu over het eerste team. Dat was daadwerkelijk in het kader van crisis en de maatregelen die getroffen werden. De periodes die verschilden ook. Daar hadden we heel erg veel druk met betrekking tot onder andere de verkiezingen die aankwamen, et cetera. Nu is er een andere aanpak. Er is gekozen voor een andere aanpak. Men heeft het op het niveau van de vicepresident en de diverse ministers gebracht. Terwijl de eerste aanpak was het meer in het kader van COVID, was er een COVID-management team. En dat team die maakte dus de protocollen, de regels, et cetera, et cetera. Het werd natuurlijk gecommuniceerd met de diverse ministeries, want u zag altijd de ministers dat komen uitleggen. En dat was dus inderdaad de werkvorm. Ik weet dat de mensen terugkijken en zeggen van, we willen toch die persconferenties weer hebben, want die geluiden heb ik zeker ook wel gehoord. Ja. Maar ik denk dat we indachtig het nieuwe normaal, moeten we natuurlijk kijken naar wat deze regering doet, is een nieuwe vorm. En we moeten kijken hoe wij het beste hiermee zullen moeten omgaan. Dus ik zou die twee niet met elkaar vergelijken. Precies. Echter is het wel zo dat we moeten zeggen dat sommige dingen misschien anders aangepakt zouden kunnen worden. Maar het is altijd makkelijk wanneer het al voorbij is. Want iedereen, in het begin was het allemaal gissen van iedereen de hele wereld. En ja, als je de tijd voorbij schrijft, kan je altijd zeggen van, hey, we hadden dit anders kunnen doen. Maar nu in deze tijd, waar toch wel vaccins worden ontwikkeld, is het toch wel zichtbaar, heeft Suriname zich toch wel daar een beetje bemoeid om te kijken van, als het vaccin ontwikkeld wordt, want ik hoor ook bij onze zuiderburen zijn bezig, ook om het Russisch vaccin, als ik het goed heb. China is bezig, Amerika is bezig. Hebben we ook ons in die richting gedacht tenminste? Ja, dus kijk, ik denk dat als ik de deskundigen moet geloven, en we hebben vrij goede deskundigen in Suriname wat dit betreft, de deskundigen zeggen dat het vaccin, zoals hij, dus als er een vaccin komt, dat vaccin natuurlijk gebruikt zal worden. En we moeten niet verwachten dat het voor eerste kwartaal volgend jaar op zijn snelst, op zijn vroegst zal zijn, zal aankomen. Dat geeft natuurlijk aan dat er een buffertijd is totdat je dus dat hebt. En in die buffertijd moet je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk, en daar zijn weer de COVID-regels die van toepassing zullen blijven. Omdat, Suriname kijkt er natuurlijk naar uit. Suriname heeft geen actieve bijdrage aan het ontwikkelen van een vaccin. Maar wat wij dus zeker wel willen hebben is, onze deskundigen houden zich natuurlijk op de hoogte van hoe lopen die ontwikkelingen en hoe kan Suriname
ook benefitten daarvan. Precies, ja. En ik denk dus dat dat zal zeker niet overgeslagen worden door de diverse deskundigen. Okay. En ja, ik heb de WHO niet echt gehoord van ja, een van die landen die ontwikkelt van ja, je vaccin is goed. Dus, en ik denk dat Suriname toch wel de WHO-richtlijnen volgt. We volgen de WHO-richtlijnen. We werken volgens CARFA. Dat is dus de Caribische medische organisatie. Die geeft ook richtlijnen. De PAHO die geeft ook richtlijnen in Suriname. Dus we hebben voldoende internationale contacten in het kader van de medical side. Maar tegelijkertijd hebben wij ook contacten met SEDIMA. Dat is de Caribische Disaster and Emergency Management Agency. Ja. En natuurlijk CARICOM op het niveau van de staatshoofden. Er worden ook afstemmingen gepleegd, et cetera. Alles in het kader van hoe handelen we... wij geven aan Suriname aan, zo, dat is de wijze waarop wij het doen. Ja. En uiteraard proberen wij te kijken in het Caribisch gebied, die als één gebied wordt gezien. Hoe gaan we gezamenlijk het ene en andere doen? Dus ja, ik denk dat we wat dat betreft een goede en brede visie kunnen hebben en kunnen ontwikkelen op elk gebied. En zeker zal Suriname niet overgeslagen worden als er bijvoorbeeld daadwerkelijk een vaccin is goedgekeurd, dat Suriname sowieso ook in aanmerking zal komen om dus inderdaad ook die vaccins te kunnen krijgen en te kunnen inzetten. Oké, okay, maar als we kijken naar de bevolkingsdichtheid van het Caribisch gebied, dan zien we ja, de bevolkingen zijn min of meer hetzelfde. Maar we zien toch wel Suriname, leren we niet van, u zegt er is wel contact met al die organisaties die zich met die ziekte bezighouden en met allerlei andere dingen. Dat toch wel in die landen het toch wel beheersbaar is en toch wel in Haiti en Suriname helemaal bovenaan het lijstje preken. Ja, ik denk zeker dat het te maken heeft met het feit dat wij in Suriname ons niet altijd aan de regels hebben gehouden. Ik denk dat de regels zijn internationale. Ook in principe alle landen doen ze hetzelfde. 1,5 meter, handen wassen. Het zijn allemaal regels die in alle landen worden gebruikt. In mijn visie ligt het echt aan een stukje onderschatting misschien van de ziekte. Ik weet dat we politici hebben gehad, mensen die nu in hoge functies zijn, die dus inderdaad dat ding hebben geclassificeerd als nou, is een griepje. Dus weet je, het is eigenlijk een beetje bagatelliseren van dat ding. In andere landen is men strenger en strakker geweest, in een eerder stadium misschien. Met het enforcen van de maatregelen. En we zien natuurlijk dat zij, en ik moet ook wel eerlijkheidshalve zeggen hoor, dat we een beetje veel meer testen doen in Suriname, waardoor je natuurlijk daadwerkelijk meer resultaat krijgt. Maar dat geeft jou natuurlijk ook een gelegenheid om een bredere scope te kunnen hebben van hoe is de ziekte, hoe verplaatst de ziekte en hoe breed is die verspreiding van die ziekte. Kijk, zolang wij, en ik blijf het zeggen en ik herhaal wat de deskundigen zeggen, zolang wij in staat zijn om de bron van de ziekte te kunnen identificeren, zolang we in staat zijn om de mensen te kunnen in isolatie te kunnen zetten, de mensen die positief getest zijn, en daar zorg aan te geven, denk ik dat wij op de goede weg zijn. Okay. Echter moeten we natuurlijk ervoor zorgen dat we gehoorzaam worden. Ja, en als je niet gehoorzaam bent uit jezelf, dan gaan er maatregelen komen. En de regering heeft toch wel gekozen, minister Leijgaard, voor een andere vorm van total lockdown. In plaats van een week, 2, 3 dagen is in principe alleen de zaterdag eigenlijk die total lockdown. Waarom voor dit model? Ja, dit model is dus bewust gekozen om eigenlijk te dienen als een soort voorbereiden van de bevolking op de mogelijke volledige lockdown. En kortheidshalve moeten we zeggen dat tot op dit moment alle regels en de naleving van de regels er nog niet toe hebben geleid dat het aantal besmettingen et cetera omlaag gaat. Of dat we in elk geval een flattening krijgen van de curve. We zien in tegendeel juist een piek. Ja, toch, dat het snel precies stijgt. En dat heeft een grote druk, zoals we reeds eerder hebben gezegd, op al onze diensten, et cetera. Dus als de mensen zelf niet gehoorzaam worden en als de regels die er tot op dit moment zijn gesteld er niet toe leiden dat de curve flat gaat worden,
dat er minder besmettingen gaan zijn, dat er minder mensen in de ziekenhuis gaan komen, et cetera, in de ziekenhuizen gaan komen, dan zal er natuurlijk de overheid gedwongen zijn om te gaan naar een total lockdown. Wil je de zaak nog in de hand hebben? Maar eigenlijk in principe hebben we al ervaring met total lockdown. Dus eigenlijk de regering zou kunnen bogen op die ervaring. Waarom toch niet voor total? Dus met langere dagen. Ja, ik denk dat dit een samenspel is geweest tussen de deskundigen en de regering. Ik denk dat de deskundigen hebben aangegeven dat tot op dit moment de outbreak nog in de hand is. En we met een beetje goede handhaving zouden wij in elk geval in staat moeten zijn om die outbreak in elk geval een beetje in de hand te kunnen houden. En tot op dat moment gaat die lockdown, dus die volledige lockdown, nog niet van toepassing zijn. Echter is wel gezegd, luister, als we zo door blijven gaan, dan gaan we echt naar die total lockdown gaan. Mm-hmm. En het gaat niet prettig zijn, maar die total lockdown is om alvast, dat van de zaterdag is om alvast te beginnen. Ja. Dat je in elk geval weet van, luister, zo gaat het eruit zien. En de voorbereidingen worden inderdaad getroffen, want om een total lockdown vast te houden voor een aantal dagen, moet je een aantal zaken in place hebben. Toch? Ja. Mensen moeten kunnen eten. Je kan de mensen niet de hele dag in hun huis opsluiten. Dus ja. Er moeten regels worden gemaakt, et cetera, et cetera. En die dingen moeten dus goed voorbereid zijn, zodat je het volk niet in een ongewenst avontuur stort. Ja, precies. Dus we zijn nu nog in die piek. Wanneer zal die curve dan flatten? Wij hopen, en dat is dus mijn hoop, ja. Dit heb ik nog niet met de artsen besproken. Mijn hoop is dat we daadwerkelijk gaan luisteren naar de zaken. En dat dat uiteindelijk gaat resulteren in dat we dus bij de diverse testen die we doen, want we doen veel testen, ja. Dat daaruit gaat blijken dat we minder besmettingen hebben. En dat we dus die besmettingen kunnen, zeker de mensen die besmet zijn, dat we dus een goede tracing kunnen hebben in de directe omgeving van die mensen. En dat het dus zo nog in de hand blijft. Hoe minder mensen we krijgen die besmet zijn na de testen, hoe beter het resultaat gaat zijn voor ons allemaal in Suriname. Dus nu is het nog moeilijk te zeggen wanneer die piek gaat dalen? Ik zou me niet wagen aan een uitspraak daarover. Dus maar eigenlijk, ik weet wel zeker dat als men zich houdt aan de regels, ja, dat die piek inderdaad omlaag zal gaan. Oké. En tot slot, u was ook besmet geraakt. Ik zeg van juist die mensen die aan de voorfront zijn, voorzichtiger kan je niet zijn als je zelf die boodschap overbrengt. Ja. Hoe was het? Het is natuurlijk geen prettige ervaring. Hè? Ja. Het is een ervaring van, je denkt bij jezelf van, Migado, nu ben ik zelf besmet en wat gaat er nou met me gebeuren? Ja, ja. Ik zit ook in een van de risicogroepen dat als risicogroep is aangegeven. Ik ben geen jongeman meer zoals een aantal jaren geleden. En het zijn dus juist deze groepen die in elk geval, als we kijken naar de mensen die overleden zijn, ja, zijn het inderdaad een groot gedeelte, en het 60% zijn dus deze mensen die dus inderdaad overleden zijn. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb afgezien van een 3-4 dagen heel erg veel problemen met ademhaling, met kortademigheid, verschrikkelijk veel hoesten, et cetera, heb ik daarnaast niet heel erg veel andere symptomen gehad. En uiteindelijk ben ik dus genezen verklaard door de artsen. En ik moet zeggen dat ik een geweldig team had die naar me keek. De artsen, ik weet niet als ik de naam mag noemen, want het is, ik weet niet als hij een neef van u is of een broer van u is, maar het is dokter Bernardo Panka. En het is, en dat is de verpleegsters van het speciaal COVID-team van het Slans Hospitaal. Okay. Geweldig, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel erg veel steun aan hen heb gehad. Okay. Maar het is niet iets waar je grappen mee moet maken. Okay. Ik ben er gelukkig goed vanaf gekomen. Maar voor hetzelfde geld stond ik hoogstwaarschijnlijk niet hier zoals het anders was afgelopen. Geweldig. En natuurlijk, we blijven zorgen dat, ja, de kans steeds verkleinen dat je niet in die situatie, precies, verzeild raakt. Dan moeten we dit programma beëindigen omdat we door onze tijd heen zijn. Maar wat is het nummer weer van het COVID-uitrukteam?
Kent u dat uit? Nee, ik ken het niet uit het hoofd. Ik ga eerlijk zeggen. Maar ja, het zal wel in de media. Ja. De mensen zijn al bekend. Eigenlijk, ja, het is een soort lijn waar je kan klikken, om het een zo... Kliklijn, ja. Een kliklijn, waarbij je kan aangeven als je iets signaleert op straat waar mensen in te grote groepen meer dan 5 bij elkaar zijn of feestjes geven of al dat soort dingen, dat je dat toch wel meldt, want je weet niet als een van de mensen daar straks, één persoon daar in die groep de ziekte heeft en straks kom jij ook in aanmerking met de persoon. Dus we moeten allemaal heel voorzichtig zijn en toch wel, omdat we gezamenlijk alleen deze ziekte de baas kunnen zijn. Dat was het dan. Als u dit programma wil nakijken, kan dat later op 12.1 na het nieuws of gewoon op ons YouTube-kanaal ATV Suriname. Tot de volgende keer. Dag.